Ik ben vandaag hier in Amsterdam op uitnodiging van het Visserscollectief, de coöperatie Visserscollectief, om zaken te bespreken aangaande de visserijsector. Er spelen heel wat zaken daar. U heeft ook mogen meemaken dat op dit moment de vangsten van vis dusdanig goed zijn dat de markt het niet meer aan kan. De verwerkingsbedrijven hebben problemen, hun vissen zitten vol. Maar het is niet dat alleen. De prijs gaat omlaag natuurlijk door de hogere aanbod. De vissers die hebben problemen met de exploitatie. Ze vinden brandstofkosten hoog, kosten voor inputs zijn hoog. Het gaat om een stukje veiligheid op zee, hoe staat het daarmee? De illegale visserij, hoe staat het daarmee? Het zijn allemaal zaken die hier besproken zijn geworden. Om te beginnen, ik heb een duidelijk gemaakt van dat in deze week in RVM behandeld wordt een budget om kustwacht in te huren. LVV gaat een kustwacht inhuren tot eind dit jaar voor de patrouillewerkzaamheden op zee, omdat er daar nogal wat illegaliteit plaatsvindt. Ten tweede belangrijk is dat wij nu dreigen om van de lijst weggehaald te worden van de Europese Unie voor export naar Europa. En in dat kader, ik heb ook nader afspraken gemaakt hier met de vissers zelf, van wat zij moeten doen van hun kant uit. En komende maand ga ik richting Frans-Guyana om met de autoriteiten daar te praten over hoe de controle op zee verder op te voeren. Er is gesproken over het hele vergunningenstelsel waarover ik met de vissers diepgaand heb gediscussieerd. Er is gesproken over de vergunningsvoorwaarden, welke verder aangescherpt zullen worden. En wat about na hun pensionering? Er zijn geen enkele voorzieningen daartoe. Hoe gaan we daarmee om? Overdracht van vergunningen. Van generatie op generatie. Hoe staat het daarmee? Daar zoeken we nu een oplossing voor. En er zijn oplossingen die mogelijk zijn. Er zijn heel wat zaken die besproken zijn. Maar belangrijk is dat er een oplossing gevonden moet worden. Je ziet de vissers ook struggelen. Veiligheid op zee is een belangrijke issue. Zij geven aan, en dat is ook mijn ervaring uit het verleden, dat voorbij Kopename rivier ten westen daarvan je daar niet terecht kunt met je boten. Want je loopt risico voor hijacking. En je hebt geen plek meer om te vissen, omdat ze veelal door illegalen zijn bezet. Dus wij moeten nu onze kustwacht verder gaan versterken om die vissers dan die nodige ondersteuning te bieden. Er wordt veel geklaagd dat ik te veel aandacht besteed aan Nikeri. En ik heb nu de vissers hier beloofd dat ik zeker minimaal 1 keer per 2 weken hier naar Amsterdam kom. Maar dat ik wel daarvoor ga om zaken te helpen ordenen, maar zij moeten meehelpen. Als zij niet meehelpen en niet met de juiste zaken boven tafel komen, is het voor mij ook een verloren strijd. Die belofte heb ik gehad en ik heb gezegd, luister, als jullie dat doen, dan ga ik ervoor om te helpen de visserijsector verder te ordenen.